Hey, Esther Groenewegen hier. In deze video ga ik je tip 6 uit mijn boek delen. Deze tip gaat over vriendschappen. Dus hoe ga je om met vriendschappen als je kind onveilig gehecht is? Nou, ik begin eerst met een verhaal van een moeder. Het gaat over een moeder van een dochter die 5 jaar is. Dus moeder van Ninne, 5 jaar. De eerste 2 jaar van de basisschoolperiode van mijn dochter waren afschuwelijk voor haar, maar ook voor mij. Ik wist niet dat het schoolplein zo hard kon zijn als je kind anders is. Nu is daar een serie over gemaakt, De Luizenmoeder. In de serie wordt daarmee gespot, maar ik kan je zeggen, voor mij en mijn dochter was het allemaal niet zo grappig. Meer om te huilen. Natuurlijk weet je als ouder dat je kind anders dan anders is. Maar je hoopt zo vurig dat je kind toch aansluiting vindt. Al is het maar met 1 vriendje of vriendinnetje. Keer op keer moet je echter toezien dat het niet lukt. Het dieptepunt voor mij was wel dat er een moeder van school op mij afkwam en zei: ja, sorry, ik heb liever niet dat jouw dochter met mijn dochter speelt. Ze wordt zo druk en ondeugend en van jouw kind. En ja, dat vind ik toch best een beetje vervelend. Oké, dat is goed hoor. Dat geeft niets, stamelde ik. Maar van binnen ging ik kapot. Ik kon nog net mijn tranen binnenhouden totdat ze wegliep. Daarna wilde ik eigenlijk naar die moeder teruglopen om te zeggen dat het een k-opmerking was. In gedachten begon ik tegen haar te schreeuwen. Alsof je zelf zo'n leuk kind hebt. Jouw kind is maar een suf kind en met die suffe kleding die je kind elke dag aandoet. Mijn kind ziet er nog in ieder geval leuk uit. In de serie van De Luizenmoeder wordt daar dus mee gespot. Maar ik probeerde zo snel mogelijk van het schoolplein af te komen. Zodat de andere moeders mijn tranen niet zouden zien. Nou, waarschijnlijk herkenbaar als je zelf een kind hebt met hechtingsproblemen en een veel jongere emotionele leeftijd. Dat is ook de eerste tip die ik met je wil delen, of die ik je wil uitleggen, is dat veel kinderen met hechtingsproblemen of vroegkindelijk trauma hebben een veel jongere emotionele leeftijd. Dus als je kind al 10, 12 of misschien 15 jaar is en echt nog gewoon last heeft van dat vroegkindelijk trauma, dus nog geen behandeling daarvoor heeft gehad, dan kun je de berekening maken dat de emotionele leeftijd of de mentale leeftijd 2/3 lager is. Dus je verwacht constant dat je kind alles kan van de kalenderleeftijd, maar dat lukt ze gewoon niet, omdat ze een veel lagere emotionele leeftijd hebben. En zo geldt dat natuurlijk ook voor vriendschappen. Nou, in mijn boek deel ik ook de uitspraken die je dan heel vaak hoort als je je zorgen deelt. Vooral als je dan nog wat jongere kinderen hebt. Hè, dan is het, joh, dat komt allemaal wel goed als de kinderen groter worden. Of als ze jong zijn, dan zijn ze allemaal nog een beetje eigenaardig. Maak je maar niet druk. Maar weet dat als jij in je onderbuik als moeder al voelt van, dit voelt niet oké. Neem dat gevoel alsjeblieft serieus. Heel belangrijk om in ieder geval die verschillende leeftijden goed te snappen. He, dus als je kind echt nog super veel last heeft van dat trauma, kun je haast niet vragen dat ze volledige leeftijdsadequate vriendschappen kunnen opbouwen. Dat is gewoon super belangrijk. Ik heb ook nog de vergelijking gemaakt dat als je bijvoorbeeld een gebroken been hebt, dan krijg je eerst ook een gips om je been en daarna ga je voorzichtig wandelen, voorzichtig stappen, voorzichtig nog een langere wandeling maken. En eigenlijk moet je dat ook met vriendschappen zien. Als jouw kind dus daar nog niet aan toe is, dus eigenlijk een gebroken hart heeft. In Amerika zeggen we ook, they have wounded hearts. First they need to heal their hearts by regulating the brain. Dus nog voordat je ook maar vriendschappen wilt gaan gunnen of gaan bouwen voor je kind, moet je eerst even een paar stappen terug doen en gaan bouwen aan de vriendschap of aan de verbintenis, de relatie die jij met je kind gaat opbouwen. En pas als dat stukje goed is opgebouwd, dan kun je langzamerhand stapjes maken naar vriendschappen. Nou ja, nou weet ik ook dat in het dagelijkse leven vaak niet zo werkt. Hè? Je hebt met scholen te maken, je hebt met kinderen te maken en die spreken met elkaar af. Nou, als je dan met jongere kinderen toch speelafspraakjes gaat afspreken, terwijl je weet dat je kind onveilig gehecht is, kijk of je die speelafspraakjes in ieder geval bij jou thuis kan laten plaatsvinden. Zorg dat ze niet unsupervised zijn, dus dat ze altijd onder toezicht staan van jou. En kijk of je gestructureerde activiteiten kunt gaan doen waar iedereen dan toch blij van wordt. Activiteiten die ik bijvoorbeeld vroeger ben gaan doen, is verschillende kinderen aan tafel zetten en dan allemaal
strijkraaltjes op. Ik had natuurlijk een meisje. Strijkraaltjes op die dingetjes doen, op die templates doen. Of kleien of tekenen. En constant toezicht houden. Want als je maar even geen toezicht geeft, dan kan het echt zomaar per ongeluk expres zijn dat je kind per ongeluk expres een kras op de tekening van het speelafspraakje doet. Dus ja, dat is natuurlijk echt heel erg belangrijk. En als je toch meer, of een jongetje of een ander soort speelgoed is bij jongere kinderen, geef ze een speelkleed en laat ze ook echt alleen dat speelkleed spelen. En leg dat kleed natuurlijk ergens neer dat jij gewoon goede, constant toezicht op de kinderen kunt houden. En even kijken wat ik nog meer heb opgeschreven. Ja, ik heb niet in de kamers, dat is natuurlijk belangrijk. En weet ook, die fout heb ik natuurlijk zelf ook gemaakt. Als er niet aan hechting is gewerkt of aan trauma is gewerkt, wat er heel vaak wordt ingezet als vriendschappen niet goed lukken, dan krijgen ze sociale vaardigheidstrainingen. Nou, dan heb ik dus uit eigen ervaring ook gemerkt dat hoeveel rots- en watertrainingen of zoveel of wat voor training je dan ook doet, het beklijft niet. Waarom? Omdat je eerst eigenlijk aan een stukje trauma moet werken. Dus heel vaak zijn die sofa-trainingen, rots- en watertrainingen hartstikke goed, voor als je al die hechting hebt gestabiliseerd. Maar wij moeten echt nog een paar stappen terug in die basis van het verbinden van jou als ouder met je kind. En dat is eigenlijk de fundering waarop je andere relaties kunt bouwen. Dus als die eerste relatie nog niet is opgebouwd, dus de relatie tussen jou en je kind, dan kun je bouwen gaan bouwen aan andere relaties. Maar dat is heel vaak gedoemd te mislukken. Dat is heel erg belangrijk. Ja, ik deel ook wat persoonlijke ervaringen met mijn kind. Is dat en dat is ook zo schrijnend, is dat ze zelf ook wel zien, ja, ik ben anders en anders. En dat ze ook wel zien, ja, met de populaire meisjes hoef ik het niet te gaan proberen. En ik heb dan ook in mijn ervaring met mijn eigen dochter gezien, is dat ze zelf ook met veel minder genoegen nemen. Hè? Dus dat ze met meisjes thuiskomen die ook hun eigen struggles hebben. En als je daar dan gesprekken over voert, dat heb ik natuurlijk regelmatig met mijn dochter gedaan, is dat ze zegt, ja, maar mama, anders heb ik niemand. Oh, dat gaat natuurlijk echt door merg en been. Ik had ook nog wat tips opgeschreven voor wat oudere kinderen. Heel erg belangrijk is als je kind vriendschappen heeft waar jij van denkt van, ik weet niet of dat nou zo handig is. Kijk of je dan toch niet die vriendschappen gaat veroordelen. Heel moeilijk. Maar probeer dat om te denken. Dus probeer dat om te draaien in de zin van, wat fijn dat jouw vriendin bevriend is met jou. Want van jou kan ze nog heel veel leren. Eigenlijk zeg je dan verpakt van, ik weet niet of ik dit nou zo fijn vind. Maar doordat je eigenlijk een compliment geeft aan je kind, hè, en daarmee de boodschap geeft van jij bent zeg maar degene die al wat beter bepaalde skills heeft. En kijk of het lukt. Ja, als ze al wat ouder zijn, wordt het natuurlijk lastig dat ze toch bij jou komen chillen, zoals dat tegenwoordig heet. Of bij jou komen eten of bij jou komen spelen nog. En dat lukt natuurlijk alleen maar als je ze niet over alles alleen maar loopt af te zeiken, die vriendschappen. Als je denkt van, ach, die moet ik echt niet in mijn huis hebben. Want dat heb ik geleerd ook van Nancy Thomas, mijn mentor. Indirect voelen onze kinderen als jij mijn vriendschappen allemaal negatief omschrijft. Hè, of als je ze een beetje afkeurt, kun je ook een stukje van mij af. En Nancy Thomas zegt ook, die vriendschappen is eigenlijk een hele goede graadmeter om te kijken waar je kind zelf staat. Gaat je kind groeien in het helen van het trauma, in het helen van een persoonlijke ontwikkeling, dan zul je ook zien dat die vriendschappen weer veranderen. Dus als je dat op die manier gaat zien, hoef je dat wat minder te veroordelen. En ik weet dat het heel lastig is. Maar wij hebben echt op een gegeven moment gekeken ook van de vriendschappen die ze dan had, die meestal niet lang duurden. Kijk of je die toch mee naar je huis kunt nemen, ondanks dat je het er niet mee eens bent. Dus bied aan om ze naar de film te brengen en weer op te halen, zodat je toch eventjes in het keukentje kan kijken van die vriendschap, van hoe zit dat nou in elkaar. En probeer dan tijdens die momenten echt gewoon neutraal te blijven en te kijken of je die vriendschappen een beetje kunt bekijken. Er is nog een zin die ik heb opgeschreven. Hè? Ik wil heel graag je vrienden ontmoeten. Je zoekt namelijk vrienden die op dat moment bij je passen. Aan jouw vrienden kan ik zien hoe sterk jij bent.
Ben jij in contact met vrienden die vaak in de problemen komen? Dan weet ik precies hoe sterk jij zelf bent. Of ik ben heel erg benieuwd naar jouw vriendenkring. Ik weet namelijk dat hoe sterker jij wordt, hoe sterker de vrienden om je heen zullen zijn. Eigenlijk ja, ook uitspraken waarin je meldt van, joh, ik zie gewoon aan de hand van de mensen waar je mee omgaat, waar jij dan staat. Nou, ik hoop dat dit ook weer een waardevolle video is geweest. Ik zit hier echt weg te puffen. Het lijkt misschien niet zo zonnig, maar ik zit hier in de schaduw, maar het is hier echt heel warm in Italië. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Zoals ik al zei, ik ga elke dag een tip uit mijn boek voorlezen, tezamen met een verhaaltje van de vele verhalen die zijn meegeschreven voor dit boek. En deze tip ging dus over vriendschappen. En denk jij nu van, oh, ik wil dit boek echt gaan bestellen? Nou, die hele lancering is natuurlijk een beetje in het water gevallen door corona. Dus vandaar dat ik het op deze manier toch een beetje met de wereld wil delen. Want ik ben echt ontzettend trots op mijn boek dat het eindelijk uit is gekomen. Je kunt nu het boek alvast in de voorverkoop bestellen. Dan ga je naar mijn website. Dan zie je in de homepage zie je boeken. En dan zie je boek 1, boek 2. Boek 2 is dit natuurlijk wat nu net uit is gekomen. Het andere boek is een boek over hechtingsproblematiek. Het monster in de klas. En dat is voor ouders aan de leerkrachten te geven. En dit boek is echt voor jullie, voor de ouders thuis. En hier heb ik dus in de afgelopen periode keihard aan gewerkt om klaar te krijgen. En het is me gelukt. Yes, dus ik ben er heel trots op. Nou, als jij het boek in de voorverkoop bestelt. Ik ben nu dus op vakantie. Maar als ik terugkom, ga ik samen met mijn collega alles voorbereiden. En dan komt het boek naar je toe. Maar als je dus nu al besteld, dan zitten daar een paar extra's bij. Dus ik ga een groepscoaching sessie houden. Dus als je straks je boek uit hebt, dan gaan we online samenkomen. Dan kun je nog al je vragen aan mij stellen. Zo doe ik ook nu al mijn jaartraining en mijn monster in huis trainingen gewoon allemaal online. Dat gaan we ook met het boek doen. Voor degene die dus in de voorverkoop hebben gekocht. En er zitten ook nog wat andere extra's bij. Dus heel veel plezier met het bekijken van deze video. Het delen van de video mag natuurlijk ook. Als je denkt dat je iemand blij mee kunt maken. En dan zie ik je in de volgende video. Bye bye.